Goedemorgen, welkom bij het weerbericht van weerplaza.nl. Op de satellietfoto is het niet heel goed te zien, maar in het zuidwesten en later vandaag ook in het zuiden en zuidoosten komt soms wat lage bewolking voor. Maar op veel plaatsen schijnt verder de zon flink en dat blijft ook de rest van de dag zo. Halverwege de ochtend is het de graad of 18 en vanmiddag wordt het 22 tot regionaal en zomerse 25 graden. Daarbij waait er een matige wind uit de oostelijke richting, windkracht 3 of 4. Vanavond dan hebben we ook nog te maken met brede opklaringen. In het zuiden nog kans op wat wolkenvelden. De temperatuur zakt dan naar zo'n 18 tot 20 graden en de wind neemt vooral in het binnenland wat af. Morgen begint de dag opnieuw met flink wat zon, maar later op de dag komt er vanuit het zuiden meer bewolking en groeit ook de kans op een regen- of onweersbui. Het wordt 24 tot 26 graden bij een zwakke tot matige wind uit het oosten tot noordoosten. Zaterdag en zondag is kans op een aantal buien, maar tussendoor schijnt ook vrij geregeld de zon. De middagtemperatuur zakt daarbij geleidelijk naar 22 graden op de zaterdag en 21 of 20 graden op de zondag. Maandag kan nog een enkele bui vallen, maar er is ook vrij geregeld zon bij een graad of 20. Ik ben Ben Langkamp voor weerplaza.nl.